Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van een tutorial op de Ableton Certified Trainers kanaal op YouTube. Ik ga vandaag jullie laten zien hoe je Dr. Chaos kunt gebruiken. Dr. Chaos is net als de Probability Arp die ik vorige keer heb laten zien, een hele leuke tool om muziek mee te maken. Je kunt daar eigenlijk een soort van melodieën mee maken zonder dat je piano hoeft te spelen. Dus kijk maar even mee. We hebben bij PAX hier in de browser van Ableton hebben we het Probability Pack bij Sonic Faction. Dat heb ik gedownload. Dat kun je hieronder doen. Bij de Available Packs kun je er gewoon eentje downloaden die je interessant vindt en installeren. En ik heb dus het Probability Pack gedownload. En die heeft onder andere Dr. Chaos. Nou, ik zal hem even slepen naar het MIDI-kanaal waar ik een wavetable heb staan. En net als bij de Probability Arp is het eigenlijk zo dat je met deze devices, die zet je voor een instrument, omdat de MIDI komt uit het instrument zelf. En anders als bij Probability Arp hoef je geen MIDI in te toetsen. Je kan gewoon je project starten en als die gaat lopen, dan begint Dr. Chaos ook te lopen, want het is een zogenaamde sequencer. Gaat-ie! En je ziet dat hij dit rondje speelt. En het rondje is zeg maar de toonladder. Nou, die toonladder kunnen we hier rechtsonder, kunnen we die instellen. Ik zal hem even op A mineur zetten voor nu. En dan zie je ook dat hier de noten zijn veranderd. En daar gaat hij. Het leuke van Dr. Chaos is dat je hier in het netwerk kan zeggen hoe deze noten allemaal met elkaar verbonden zijn. Dus 1 gaat naar 2, gaat naar 3, et cetera. Maar we kunnen ook zeggen 1 gaat helemaal niet naar 2, 1 gaat naar 5. En 5 gaat naar 1. Of 5 gaat naar 2. En dan gaat 2 weer naar 3 en et cetera. Dan komt hij weer bij 5, gaat hij weer naar 1. Kortom, je kan zo hele leuke combinaties creëren. En eigenlijk een hele leuke manier is dit om melodieën te maken. Wat ook kan, is dat je hier Chaos gebruikt. Chaos is zeg maar, daarom heet hij ook Dr. Chaos natuurlijk, is een manier om variaties te maken op wat je hier hebt geprogrammeerd. Dus laten we zeggen, 1 gaat naar 5. 5 gaat naar 2, 2 doen we naar 4, 4 gaat naar 6 en 6 gaat weer naar 1. Wat krijgen we dan? Dat klinkt leuk. Nou, als ik dan hier de chaos gebruik, dan hoor je dat die variatie gaat maken. Na één rondje ga ik hem omhoog doen. Dat is heel leuk om af en toe te doen. En het mooie is dat je natuurlijk ook, als je naar MIDI gaat hier, kun je dit mappen op een controller, eventueel op Ableton Push of op een andere controller die je misschien hebt. En dat is hartstikke leuk, want zo kun je eigenlijk ook nog organisch, zeg maar, met het bewegen van je controller, die chaos toevoegen, wat onwijs leuk is. Dus dat is één onderdeel van Dr. Chaos. Je hebt hier ook nog een gedeelte. En daar heb je ook weer een chaos knop. En daar kun je bijvoorbeeld de noten zeggen. Oké, ik kan zelf de noot veranderen. Dus ik kan die A ook veranderen. Dus ik kan ook mijn eigen scale maken wat dat betreft. Per noot. Maar ik kan ook als ik een noot aanklik zeggen, deze moet een octaaf lager. Dus nu zal deze A altijd een octaaf lager zijn. Of hoger. Wat hartstikke leuk is om te doen. En daarnaast ook weer die chaos. En zo krijg je wederom, net als wat ik bij de Probability Arp ook liet zien, hele variabele melodieën en ideeën, waardoor je toch een wat meer onvoorspelbaarheid in je muziek creëert. Om het nog verder af te maken heb je hier natuurlijk ook de rate, wat hetzelfde is hè, als we bij Probability Pack ook hebben gezien, dan kan die ook een stuk sneller. Je kan hem nog sneller doen. Of je kan hem natuurlijk heel langzaam doen. Dus ja, de keuze is reuze. Er zit ook weer een swing op, net als bij Probability Arp. Deze swingt lekker. Dus dat is hartstikke gezellig. En wat er verder nog op zit, wat misschien wel goed is om te bedenken, is hier de patterns. Je kunt een pattern opslaan als je de shift-knop ingedrukt houdt. Dan druk je hier op zo'n vlak en dan slaat hij hem daar op. En je kan ook delete, dan moet je option ingedrukt houden.
op Mac in ieder geval. Ik moet je schuldig blijven wat het op PC is, maar ik denk dat je daar wel uitkomt. Dus ja, dus heb ik hier eentje. Dan kan ik ook zeggen, oh, dan wil ik er nog een opslaan, bijvoorbeeld op deze. En dan zeg ik, oké, dan ga ik weer naar pennen, maak ik hier een andere van. Dus zeg maar, 1 gaat naar 5, maar die gaat niet naar 5. 1 gaat naar 7 en 7 gaat naar 5 en dan et cetera. Yo allemaal, even tussendoor. Vind je dit nou een leuk kanaal en vind je het fijn dat het in Nederlands is? Subscribe dan eventjes, want we komen nog met veel meer video's. Dus subscribe, deel het met vrienden, terug naar de video. Nou, dan gaan we weer naar patterns. Dan zeg ik, oké, dan wil ik deze saven. En die save ik dan hierop. Of hier. En nu heb ik dus verschillende. Want nu, als ik hierop klik en ik ga naar patterns, is het die. Maar ga ik naar die. Dus dan heb ik eigenlijk twee verschillende patronen gemaakt die ik zelf kan laten afwisselen. Je kan ook daar de sequence voor doen. Je kan dat ook MIDI mappen. Maar je kan ook een sequence maken. Dat betekent dat hij dus gaat afwisselen tussen die patronen. En dan kan je er ook weer aangeven in wat voor beat division, dus de rate, dat dan weer gebeurt. Dus je kunt zoveel variabelen maken als je wil. Kijk maar. Of per bar. En dan gaat hij dus oneindig door. Je kan ook de directie maken, links of rechts, of links en rechts, een beetje dronken. Dus dit zijn eigenlijk hele leuke manieren om je muziek wat meer onvoorspelbaarheid te geven. Zodat je muziek wat meer boeiend zal zijn. En ook, het is leuk om sommige dingen eruit te krijgen. Dat je denkt, hey, dit is interessant om te om te gebruiken voor misschien een andere plaat die je wil maken. Nou is er nog één optie wat we kunnen doen. We kunnen een audiokanaal maken en natuurlijk de audio van dit kanaal sturen naar dat kanaal en daar de boel opnemen om daar vervolgens weer wat mee te doen. Hier, nou neemt hij alles hier op en hebben we hier. Zie, hebben we die ook. En dat kan ook met de MIDI. Dus als we de MIDI zeggen van MIDI in dit geval, dan kunnen we ook zeggen, we willen alleen de MIDI opnemen die de chaos uitstuurt. Dus nu heb ik de MIDI from, dan kan ik deze wel even chaos noemen. Dan zie je de MIDI komt van chaos, die komt hierin en die gaan we opnemen. En dan zie je dat die alle MIDI die Dr. Chaos uitstuurt ook in een MIDI clip maakt. Helemaal handig, want dan heb je ook de MIDI en dan kun je eventueel andere instrumenten hetzelfde laten doen als wat dit instrument doet. En je kan ook nog eventueel dingetjes aanpassen. Als je bijvoorbeeld de chaos hebt gebruikt en hij iets te veel chaos, zeg maar, dan kun je die nootjes weer veranderen. Dus ja, dit is Dr. Chaos. Ik hoop dat je het inspirerend vindt en dat je het Sonic Faction Pack, de Probability Pack, gaat downloaden en gebruiken. Als je Ableton Suite hebt, je kunt hem gewoon downloaden via de packs in de browser. Ga naar Available Packs, daar vind je hem. En dan doe je hem even downloaden en installeren en dan kun je aan de gang. Dus dit was hem weer. Ik hoop dat je het leuk vond en ik zie je bij de volgende.